de neus, de boel en de dubbelkop. Liefhebbers van Parijs-Dakar kennen deze gele DAF-trucs nog wel uit de jaren 80 en 90... toen vader Jan en zoon Gerard de Rooij er furoren mee maakten in de beroemde woestijnrally. De wagens zijn nog altijd erg populair, reden voor het DAF-museum om ze tijdelijk samen tentoon te stellen. Zoals die bizarre truc met twee voorkanten. De voorkant was de truc van 83. Die is eigenlijk in het midden, ja, je kan de lasten nog zien waar die door is geslepen. En er is een andere truc tegenaan gelast waar een motor in lag. En die motor die gaat met een as naar de vooras en die motor gaat met een as naar de achteras. Dus ja, je hebt in principe twee motoren in plaats van één. Ik heb tegen Gerard de Rooij gezegd, je kunt geen betere parkeerplaats hebben dan hier. Hij wordt goed vertroeteld, de bezoekers vinden het fantastisch, dus waarom niet? Toch geweldig? Ik heb zelf een paar keer gereden naar Frankrijk voor een tv-opname. Nou, en dan rijd je op de snelweg en dan zitten echt mensen te kijken van, what the hell? In de cabine ademt alles nog jaren 80. Een overzichtelijk dashboard bijvoorbeeld, zonder de poespas van tegenwoordig. Maar hier heb je dus de voorste motor en de achterste motor, dus twee toerentaller. Ja. Dus de bescherming. In deze truc origineel zat een aluminiumkooi in, maar aluminium buigt regelmatig. De stoelen, het zijn kuipstoelen, die zit geen vering in. Je hebt 4-punt gordel, 5-punt gordel. Ja, de meeste filmpjes van vroeger zat de vader los en was hij zo aan het sturen. Ja, dat kan. Nu is het gewoon, je zit vast, comfortabeler. Nou ja, comfort, het kan altijd een keer misgaan natuurlijk. Ik heb 2 keer mijn rug gebroken door dit spelletje. Dat is ook een van de redenen dat ik wel minder mee heb gedaan. Er is heel veel belangstelling voor, hè? Zei u het straks al. Verrassend eigenlijk, of hadden u daar wel rekening mee gehouden? Nou, het is toch wel verrassend, want het blijkt dat Dakar uit de jaren 80 nota bene, deze auto's, dat nog steeds leeft met Jan de Rooij, de vader van Gerard. Dat is enorm, dat is geweldig hoe die mensen enthousiast binnenkomen, zelfs bij de receptie. Waar staan de Dakar-auto's? Deze auto's zijn groter, ze roken, ze maken meer geluid. Ja, hier is het gewoon wel mee begonnen, heel de hele Dakar gebeuren. Het truc gebeuren in Nederland. De wagens van de Rooij zijn nog tot 1 juni te bezichtigen in het DAF-museum. Eind december neemt team de Rooij er 2 mee naar de Arabische woestijn voor de Classic Dakar Rally.